Ik heb eigenlijk in het kort verteld hoe eigenlijk tonen tot, zich tot elkaar verhouden. Zoals muzikanten weten heb je bepaalde intervallen, zoals de octaaf en de quint met name. Dus er zitten bepaalde verhoudingen tussen, bijvoorbeeld dubbel of halveren. En hoe dat dan ontstaat in instrumenten. En dat, de reden dus waarom instrumenten verschillend klinken. En als oorzaak ook waarom de verschillende bouw van instrumenten ervoor zorgt dat ze een verschillend bereik hebben. Even als voorbeeld, klarinet en de fluit zijn ongeveer even lang. Maar door de bouw van de klarinet kan die veel lager dan de fluit. En dat heb ik net uitgelegd in de presentatie. Nou, ik vond het een hele leuke gelegenheid om hier het verhaal waar ook mijn twee interesse en passies eigenlijk kan combineren. Ik heb ook het idee dat het publiek het heel leuk vond. Ik vroeg me eerlijk gezegd vooraf nog af, is het niet te droog misschien, maar uiteindelijk blijkbaar niet. Er kwamen genoeg vragen en dat is over het algemeen een goed teken, lijkt me. Ik heb iets geleerd over boventonen en dat was voor mij als zanger heel erg inspirerend om te horen hoe het nou met die hele gelange klarinet gespeeld werd en gedaan. Ik vond het heel interessant. Ik ken de muziektheorie vooral vanuit de muziek zelf, maar vanuit de natuurkunde nog niet. En ja, het was echt super interessant en het concert, dat was de kerst op de taart.